We liepen naar de woonkamer en ik ging op de bank zitten. Het was een oude woonkamer met allemaal bruine meubels. Echt zo'n woonkamer die je bij een ouder iemand voorstelt. Ondertussen was ik helemaal in paniek. Ik liet het niet merken, maar er ging van alles door me heen. Moet ik wegrennen? Ga ik hem confronteren? Gaat het fout als ik hem afwijs? Wat moet ik doen? Ondertussen kwam hij heel ongemakkelijk dichtbij zitten. Ik zei nog tegen hem dat hij niet de persoon was van de foto die hij toegestuurd had. De man schrikt en kijkt me even aan, maar pakt vervolgens zijn kans. Hij pakt mij vast en hij zoent mij. Ik had dit natuurlijk niet zien aankomen, dus ik verstijf enkele momenten door de angst. Toen hij vervolgens mijn kruis vastgreep, durfde ik niets te zeggen, maar ik deed het toch. Ik duwde hem van me af en maakte hem duidelijk dat ik dit helemaal niet wilde. Online daten kan heel leuk zijn, maar je weet nooit 100% zeker met wie je afspreekt. In de vorige aflevering zag je hoe ik in contact kwam met een datingprofiel dat allerlei red flags aantikte. Deze aflevering ontmoet ik de persoon achter dit profiel in real life om hem onze Red Flag Award te geven en hem te vragen waarom hij zich anders voordoet. Ook geef ik je tips over wat je kan doen als je iets naars meemaakt tijdens je date. Nu ben je er al. Dus ik zei ja, jij ook. Oh my god, ik vind het zo eng. Ik vind het zo eng. Waarom zei je niet wat voor auto je had? Maar ik dacht dat je die andere jongen was. Waarom stuurde je niet je foto eigenlijk? Want ik dacht dat hij zou komen, zeg maar. Wat zei je? Van jou? Oh, zo. Nou, ik wil je deze geven. Want ik ben een documentaire aan het maken over mensen die online catfishen. Ja. Mijn naam is Kompietje van Dijk. En ik ben 13 jaar geleden seksueel misbruikt. Toen was ik 16 jaar. Ik heb daar 11 jaar... mee rondgelopen als een groot geheim. Ja, je bent 16 jaar en je bent op zoek naar seksualiteit of naar jezelf op zoek. En dat heb ik gedaan op het grote internet. Ik kwam op een gay chat. Daar kwam ik eigenlijk een hele leuke jongen tegen. Blonde surfdude, 25 jaar. Hij was aardig. Ik heb 3 weken lang met hem gesproken. En daarna nodigde hij me uit thuis. Ik was natuurlijk heel zenuwachtig, want ik had eigenlijk nog nooit een ervaring gehad. En ik voelde eigenlijk een soort wel gewoon van vlinders al. Ik heb mijn mooiste kleding aangetrokken en ben op mijn fiets gegaan. En het was, denk ik, 20 minuutjes. Ik belde aan en er deed geen 25-jarige blonde surfdude open. Maar een oudere, grote man die me eigenlijk gelijk naar binnen trok. Ik heb het zo vaak verteld, het is steeds moeilijk. En dat moment eigenlijk heb ik me altijd voor geschaamd. Dat moment dat je naar binnen getrokken wordt, dat heeft 11 jaar aan me geknaagd. Ik werd meegenomen naar een kamer, bruut. En mijn kleding werd uitgetrokken en ik landde op een vies matras met een blauw sprei. En ik liet het gebeuren. Het voelde als een hele dag, maar ik denk dat het maar een half uur heeft plaatsgevonden. Maar ja. Heb je echt iets naars meegemaakt op je date? Wees je dan bewust dat je altijd hulp in kan schakelen en je er zeker niet alleen voor staat? Wist je bijvoorbeeld dat er een politieeenheid bestaat die zich speciaal inzet voor de queer community? Zij heten Roze in Blauw en via hen kun je ook aangifte doen.
Wil je meer tips over waar je hulp kan vinden? Klik dan op de link in onze beschrijving. Waarom spreek je op deze manier af? Want je stuurt foto's van andere mensen door. Oké, maar je hebt ook mijn foto's doorgestuurd. Ik heb een ander account en daar heb jij net naartoe gestuurd. Wil jij met hem afspreken? Maar vind je dat dan niet raar dat je mijn foto's doorstuurt van andere mensen waar je het niet aan hebt gevraagd? En bent u 34? 36. Want dat is ook ouder dan dat je hebt gezegd natuurlijk. Ik heb een leeftijd gezegd, het staat in mijn profiel. Ja. Ik heb een relatie. Je hebt een relatie? Ja. Met een vrouw? Nee. Met een man? Ja. En die weet hier ook niks vanaf? Nee, die wil het niet. Nee, je weet van deze app dat er heel veel mensen op zitten met verkeerde bedoelingen. Ja. Hoe weet ik dat jij dat niet met mij hebt? Waar waren we zo meteen naartoe gereden? Als je... Ik was niet mee ergens naartoe gereden. Dat had ik niet. Jij zegt dat spreek af bij station. Ja, en dan zouden we naar die gast toe gaan. Nee, ik ben terug naar station. Je zegt, we gaan naar jouw huis toe. Ik heb gelezen, als we spreken hier af, en we lopen daarna naar je huis toe. Ja. En dat is spreek hier afspreken. En als het hier niet hoort, dan lopen we allebei naar de eigen kant op. Snap je wel dat dit voor jongeren echt een enorm risico is? Want zij denken met iemand te spreken en ik kom hier aan en jij bent niet degene waarvan je zei dat je dat was. Doe je dit vaker? Ik heb wel eens vaker gedacht. En dat doe je op deze manier ook? Dat kan toch niet? Je laat jongeren ergens naartoe komen en je bent niet degene waarvan je zegt dat het is. Zullen we afspreken dat je dit niet meer doet? Nee, dat is goed. Ja, weet je het zeker? Kun je daar een hand op geven? Een box. Ga je deze meenemen? Oké. Nou, ik heb hem nog. Hij wou hem niet aannemen, maar mijn god, wat gebeurde hier? Ik vond het van tevoren natuurlijk hartstikke spannend, want ik wist niet wie er zou komen. Uiteindelijk bleek het ook echt heel iemand anders te zijn. Ik heb hem geconfronteerd met de dingen die hij heeft gedaan. Daar schrok hij wel heel erg van. En ik hoop ook dat hij echt oprecht is geschrokken en dit dus niet meer opnieuw flikt. Nou, mijn naam is Faisal, ik ben 22 jaar en ik kom uit Huizen. Toen ik aan het begin van de middelbare school zat, was ik mezelf een beetje aan het ontdekken. Aan de ene kant ging ik naar school toe en daar keek iedereen me een beetje raar aan, omdat ik een soort van de enige buitenlander was op die school die gay was. En thuis had ik ook nog niet echt het gevoel dat ik mezelf kon zijn. Dus besloot ik apps als Grindr te downloaden en stiekem naar Amsterdam te gaan en tegen mijn moeder te zeggen dat ik bij een vriendin sliep. En daar ging ik met mensen afspreken. Nou ja, op een gegeven moment ontmoette ik best wel een knappe jongen, want hij leek echt op Boef. I love Boef. En toen zei hij van, ja, heb je zin om af te spreken? Dus ik dacht, oké, is goed. Nou ja, op een gegeven moment had ik met hem afgesproken. En nou ja, was gewoon een prima date. En toen was volgens mij de tweede of derde keer sprak ik met hem af in zijn huis weer. En toen vond ik een soort van krultangachtig iets onder zijn bed. En toen zei ik, heb je een vriendin? En hij gaf niet echt antwoord erop, dus toen dacht ik, oké, hij heeft een vriendin. En op een gegeven moment ging ik naar de badkamer en zag ik twee van die wattenstaafjes liggen met mascara eraan. En toen dacht ik, hij draagt sowieso geen mascara, dus het is from the wifey. Dus de keer erna wilde hij afspreken in een hotel. Dus ik zei, oké, prima, is goed. Op een gegeven moment kwam ik dus in de hotelkamer, want ik was er als eerst aangekomen. En hij kwam binnen en hij deed een beetje raar, want hij zei wel een soort van gedag, maar... Dus ik vond hem een soort van... de hotel kreeg, want ik dacht, moet ik nou naar een hotel toe komen en kom je hier binnen en kom je met zo'n attitude, maar ik dacht oké. En op een gegeven moment hadden we, seks. En nou, dat was dus voorbij. En op een gegeven moment gaf hij me zo een klap, maar echt heel hard. En ik was nog nooit echt door iemand geslagen. Ik heb wel eens voor de grap met iemand gevochten of zo, maar nu dat iemand me echt sloeg. En ik bleef echt met mijn hoofd zo en ik dacht, oh my god. Heeft deze bitch me zojuist geslagen? Ik werd een beetje bang ervan, want ik heb wel te grote mond en zo. Maar ik dacht van, oké, wat ga ik nu doen? Want het was ook niet dat hij zeg maar wegliep of naar het toilet toe ging of zo. Hij bleef ook staan. Dus ik dacht, als ik nu misschien iets ga zeggen, dan wordt het misschien heftiger of zo. En toen keek ik hem aan en zei ik, heb je me nou zojuist geslagen? Maar hij gaf ook geen antwoord of zo. En toen kwam er, ja, een beetje slecht ook van mij, kwam er in mijn hoofd ook een beetje een knop om. En toen heb ik hem geslagen met de lamp. En toen is hij weggegaan eigenlijk. Hoewel het een kleine woning was, leek de weg naar de voordeur ineens kilometers lang. Ik was zo bang dat hij de voordeur op slot had gedaan of mij zou tegenhouden. Maar gelukkig, dat deed hij niet.
Volgende week neem ik je mee naar de leuke kant van online daten. Wisten jullie bijvoorbeeld dat ik mijn vriend via Tinder heb ontmoet? Ik herbeleef met hem onze eerste date en lanceer de campagne #PlaySafe.